Yeah. John Gray, dat is een Engelse cultuurfilosoof en die heeft helemaal niks met spiritualiteit verder. Maar hij zegt een aantal heel verstandige dingen in een boekje Feline Wisdom, kattenwijsheid. Ik geloof dat het ook in het Nederlands is. En een van de dingen die hij zegt is: je gevoelens vormen je leven niet. Maar de mate waarin je je ware natuur realiseert, scheppen je gevoelens. Dus als je niet samenvalt met wat je eigenlijk bent, creëert dat allerlei onlustgevoelens en vermijdingsstrategieën, compensatieneigingen enzovoort. En op basis van die afwijking eigenlijk van wat je werkelijk bent en de gevoelens die daaruit voortkomen, ga je dan keuzes maken en strategietjes bedenken. Please gedrag of juist een aso of een rebel uithangen, maar het is eigenlijk allemaal oneigenlijk. En vanuit die kattenwijsheid die hij in dat boekje naar voren brengt, geeft hij op het eind nog een aantal tips. Ik ken ze niet meer alle 8 of 10, maar een van de eerste was: ga er niet van uit dat mensen redelijke wezens zijn. Dat vond ik een hele mooie. En een andere was: blijf uit de buurt bij mensen die van je verlangen dat je van ze houdt. Dat doen katten namelijk niet, hè. Die blijven als ze het prettig vinden. Maar op het moment dat je gaat eisen, van een hond kan je dingen eisen en die kan je van alles leren en wijs maken. En die is vrij snel afhankelijk van je, een kat nooit. Die kan gehecht raken aan een woonomgeving of aan een huis, maar als jij niet bevalt, dan gaat hij je gewoon negeren. Of hij gaat ergens anders wonen. Which is kind of cool. En er was er ook nog eentje van: het is beter met betrekking tot mensen de neutraliteit te bewaren dan je afhankelijk te laten maken. Dus pretty cool. John Gray. Dus. Het is verder een pittig boekje hoor. Het is maar een heel dun boekje. Maar die man die schrijft wel op een niveau. Dus het is niet een libellenboekje met kattenwijsheid, zou ik maar zeggen. Het gaat ergens over. Er is maar één kritiekpunt. Ik hou van die man. Ik heb denk 10 boeken van hem gelezen. Hij begrijpt Nietzsche niet. En dat is wonderlijk. Het maakt mij niet uit verder. Er zijn meer schrijvers die ik leuk vind die Nietzsche niet moeten. Dat is allemaal prima. Maar het wonderlijke is dat hij bij heel veel dingen die hij stelt, denk ik van, oh, hier weet ik een Nietzsche citaat bij, die precies hetzelfde zei, alleen 150 jaar eerder. Maar hij mot hem niet. Goed, het is hem vergeven. Dus John, if you're listening in, keep going. Yes, nou, veel meer valt er eigenlijk niet te begrijpen. Dus basically, vertaald in mijn taal, heb ik wel eens geroepen dat op het moment dat er onlustgevoelens optreden, dan kunnen we 2 dingen doen. We kunnen dat gaan therapeutiseren, gaan uitleggen, verklaren. Weet ik veel, we kunnen er van alles mee uit gaan halen. Of we kunnen het als een simpel signaal opvatten. Je klopt niet. Back off. Dus terug naar een neutrale houding. En kijken hoe de kaarten liggen. In plaats van door te blijven spelen met een deck of cards die waarschijnlijk helemaal de jouwe niet zijn. Ben ik te volgen? Als dat echt zo was, dan stonden jullie nu op en dan gingen jullie. Dus in die zin zou je zelfs kunnen zeggen dat eigenlijk alle sterke gevoelens, of beter gezegd emoties die we hebben, alleen maar betekenen dat we afwijken van ons oorspronkelijke zo zijn. En dat hoeft dus niet verklaard te worden en we hoeven niet in het verleden te gaan graven. We hoeven de psycholoog basically er eigenlijk, sorry Vincent, er niet bij te halen. Mag wel. Maar eigenlijk zou geestelijk-emotionele hulp alleen maar moeten zijn iemand terugbrengen tot zijn oorspronkelijke zo zijn. En niet laten voldoen aan een of ander populair mensidee. Het wordt ook soms wel eens simpelweg samengevat met grow the fuck up. Of grow out of it.
Maar ik schreef ooit van, ik leid niet aan de wereld omdat de wereld niet deugt, maar omdat mijn begrip zo beperkt is. Het lag aan mijn manier van kijken, de eisen, de verwachtingen die ik had, het idee over hoe ik zou moeten zijn of hoe de anderen zouden moeten zijn. Ik had heel veel ideeën. En laat ik een slag om de arm houden, 95% ervan deugde niet. En die 5% die misschien wel deugde, die had ik ook vast niet zelf bedacht. Maar soms roept iemand wel eens iets wat wel zinnig is. En heel soms onthoud je dat. En niet alleen daar, maar in je systeem. Dus het is allemaal op te vatten als hulp. Onrust, angst, weet ik veel. Het betekent alleen maar een duwtje, zodat je kunt herijken. Maar wij gaan het bestrijden, het proberen in te ruilen voor iets leuks. Afleiding zoeken, weet ik veel. We doen eigenlijk alles behalve het signaal opvolgen. Je knikker zit niet in dat kuiltje. Maar die zwalkt rond over het bord waar die niet hoort. Dus. Nou. Dan mogen jullie weer. Maar soms kun je het pas zien als je eruit bent. Yes. Omdat het zo'n sterk iets lijkt, waardoor je het zicht verliest of zo. Want er is een gevoel dat mijn relatie dus niet meer klopte. Maar ik had niks om echt aan te wijzen wat het was, eigenlijk. Maar pas toen ik eruit was, of nu ik eruit ben, 2 maanden, mijn eigen plek heb, wordt het eigenlijk pas zichtbaar, echt zichtbaar. En, maar die tegenkracht, zoals ik het noem, om toch terug te gaan, die is echt wel heel sterk geweest. Ja, die ontken ik ook niet, maar vanuit helderheid hoef ik eigenlijk alleen te weten, dit klopt niet meer. Ik hoef geen redenen, ik hoef geen verantwoording af te leggen. Weet je wel, dat doen we wel door al onze sociale... Maar strikt genomen, ik hoef alleen maar te weten, dit klopt of dit klopt niet, of het is onbeslist. Maar als je zo'n signaal krijgt van dit klopt niet, is het eigenlijk genoeg. En ik en zo ga ik ook om met dingen, hoef dan ook verder niets te weten. Ik sla dat akkoord aan en het is vals. Oké, niet doorspelen betekent dat. Ik hoef het ook niet te weten, maar het is wel grappig om te zien dat als je eruit bent, dat je eigenlijk een soort antwoorden krijgt. Yes. En ook niet altijd. Maar dan kan ik zien dat eigenlijk iets dus altijd over mij heen gevallen is. Zonder het persoonlijk te maken, maar eigenlijk in alles. Gewoon dat er geen ruimte meer was voor mijn zo zijn, zo zou je het kunnen zeggen. Waardoor eigenlijk het niet kon leven. Jij even gechargeerd hebt, deed het wel. Maar dat is wel dan interessant. En is dan wel een schok zo van wow, weet je, dat je bijna moet zeggen van terug uit nu, daar blijven. Yes. En we leren dat elkaar ook aan, hè? Zoals ik gisteren of eergisteren al zei. Het sociale gedoe is een estafettespelletje. We geven constant die stokjes door van wees zo, voldoe hieraan. En dus zijn er maar weinig die een echt eigen en resistent bestaan op kunnen bouwen. We leven ons ergens in vast. En vervolgens moeten we ons weer vrij gaan leven. En dat is niet tegen de ander, het is voor mij. En soms moeten ze dan wel oprotten, so be it. Ja, omdat het is zo graaien en grijpen bijna. Op het moment dat je binnenkomt, gebeurt het al, het is dit. Waardoor je bijna eigenlijk eruit moet omdat ze dit niet meer kunnen doen of zo. Right. Want het is allemaal... Ik kan het bijna zien dat het is ook voor hun overleving, hebben ze anderen nodig. Yep. Dan heb je dat punt dus van die afhankelijkheid. Wat wij relatie noemen over het algemeen is een soort wederzijds gesanctioneerde afhankelijkheid. Waarbij gaandeweg meestal de eigenheid van allebei nog verder verloren raakt. Wat nooit de bedoeling was, want we're not evil, maar onbewust. En er is ook geen goed of fout in. Het is meer het zien van zoals het is, want ik hoef hem niet te veranderen of anderen. Maar het, voor mij, het kan niet meer, laat ik het zo zeggen. Exact. Het kan niet meer. En er zit wel irritatie ook op en daar is wel iets dat hij niet mag of zo. Weet je wel, voor mij wel. Dit doen. Ja. Ik ben fan van. Ja,
Het moet bijna wel. Het moet bijna wel. Ja. Als je hier komt, dan ga je daar zitten en je doet niks. En dat is bij wijze van. Yes. Ja. Mensen zijn net zo dom als puppies. Die moet je dus constant opvoeden. Dus je moet ze de hele tijd zeggen nee of ah. En als je dat leuk vindt, heb je het makkelijker dan wanneer je gesocialiseerd bent om dat moeilijk te vinden. Ja. Ik vind dat heel leuk. Ja, maar misschien zit in mij wel die... kijk, om een voorbeeld te geven. Ik wilde een vlieg naar buiten krijgen die ik niet dood wilde maken. Maar mijn hondje zat er ook bij. Dus ik zei, je hebt nou de kans om naar buiten te gaan, anders maak ik je dood. En die hond die ging met zijn staart tussen zijn benen naar buiten. Oh nee, het ging niet om jou. En maar dit is precies, ik voel dat ik er warm van krijg. Dat het dan eigenlijk het is gericht, maar niet op die persoon, maar die. En daar schrik, daar is de schrik in mij nog. Nou ja, neem je de hond toch mee naar een therapeut? Kan ik doen, ja. Dank je wel. Hallo. Als er gezegd wordt zwijgt, dan voel ik mijn kaak verkrampen. En als ik jou hoor zeggen spreek, dan voel ik ze ontspannen. En toch, toen ik daar zat en ik wou spreken, verkrampte ik. Dus omdat je daarnet zegt... Voor mijn gevoel is dat krijg ik dan een heftige emotie. En lijkt het mij in dit geval niet back-off, maar spreek. Want er is ja, niet alleen... Met back-off wordt dus bedoeld herijk naar hoe je bent. Ja. En dat kan dan uitmonden in spreken of zwijgen of handelen of juist niet handelen. Ja. Terug naar je midden of naar je echtheid. Wat mij de eerste avond enorm getroffen heeft, is het is maar alsof. En toch doen we alsof. Ja, maar we vergeten dat alsof dus. We vergeten dat het een spelletje is. En gisteren met alle inbreng die er gekomen is, was de kramp terug opgelost. En was het gisteravond heel helder. En toen kwam er een alternatieve biografie, alsof dat ik mij ineens kon herinneren van, ja, zo was het altijd, zo was ik als kind, van ik begreep er niks van, ik begreep niet waar dat de anderen mee bezig waren. Right. Maar ik heb wel heel goed leren opletten. Om mee te doen in het spelletje. We all do. En op een gegeven moment is er blijkbaar ingeslopen dat ik ook wou wat dat zij voelden. En door het feit dat ik het zo goed leren doen had alsof, ben ik dat gaan leven. Ja. En zitten die krampen erin en voel ik die er nu uitgaan? En als eruit is, dan is het evident. Ja, right. En dan heb ik ook gemerkt, zo het narratief. Is gewoon die sluier. Want als het narratief stilvalt, ja, dan kom je met lege handen en dan ga je met lege handen. En dan geniet je wel dat er van wat dat er tussendoor opkomt, maar dan pak je het niet vast. En die ego-kramp, sterk verbonden met mijn lichaam. Ja. Natuurlijk, maar dat is het meetinstrument dus. Het is een thermometer. En dan blijft wel nog een zoeken.
lukt beter, maar soms plak ik er echt aan vast en dan ben ik erin. Maar dat hoort, nogmaals, dat zei ik van het weekend ook al, van dat hoort bij leren. Dat we soms uitglijden of iets overdrijven of net te laat zijn. Maar dat betekent niet dat we stom zijn, maar dat we aan het leren zijn. We hebben een heleboel geleerd door die identificatie en aanpassing, want dan kunnen we praten bijvoorbeeld. Dus er zitten ook aardige dingen bij, van dat je taal leert, dat is best handig. En waar je links moet rijden en waar rechts, afhankelijk van welk land je bent, dat soort dingetjes. Maar goed, dat hebben we ook allemaal moeten leren. En leren is altijd vallen en opstaan en trial and error. Dus dat is oké. Ja, ook dat leren, dat is iets wat ik van nature in mij heb. Wij allemaal, we zijn leermachines. Ja. Alleen als we te vast komen te zitten, dan wordt het een hele smalle bandbreedte en durven we niet meer buiten die kaders te leren. Maar strikt genomen, als je ziet wat ieder individu die hier zit allemaal geleerd heeft, als je dat allemaal zou moeten opschrijven, ben je een jaar bezig. Dat is echt ongelooflijk veel en heel veel heel complexe dingen. Jammer is dat daar die besmetting ook in zit. Ja, zeker. Dus net als met alles, it's a mixed bag. Er zitten goede dingen bij, neutrale dingen en not so good stuff. Ja, maar vooral dat leren dus soms niet die openheid heeft, dat het moet, dat het resultaatsgericht is. Ja. Yep. En dat bijvoorbeeld met dat moeten vind ik leuk. Ik denk dat iedereen aanvankelijk in ieder geval een lichte aversie had tegen moeten. Dat lijkt me een heel gezond signaal. Er zit een groot verschil tussen moeten en kunnen. Je kunt dit of dat leren. Het moet niet. Daarom zeg ik ook vaak, ik gebruik ook helaas het woord moeten wel eens, omdat het in de taal zit. Maar ik heb vaker geroepen van vrijheid of volwassenheid moet niet. Het mag, het kan. Het is geen verplichting. Dus het is een uitnodiging en geen nieuw moeten voldoen aan een of andere meetlat. Want anders, it defeats the purpose, dan schiet het zijn doel voorbij. Er moet helemaal niks, is het juist. Er kunnen dingen. En je kunt vanuit een kloppendheid en een eigenheid en een resistentie leven. Je kunt het ook laten. Dat is oké. Ik vind het nooit erg als mensen daar geen zin in hebben. Alleen ik heb ze liever niet in mijn buurt. Ja, bij alle moeten krijg ik ook wel. Natuurlijk, je krijgt er meteen jeuk van. En we weten donders goed dat er soms noodsituaties zijn en dan zullen we moeten aanpakken en dat hoeft niemand ons te vertellen. Weet je wel? En de rest van het moeten is gewoon moralistisch of maatschappelijk gezeur. Kudde geklet. Ja, en dat het nu gewoon het nu mag zijn en geen nieuwe meetlat voor we dat over een uur. Right. Het is leuk om steeds beter te gaan verstaan, en dat is een eindeloos gebeuren zolang we leven, wat die dynamische kloppendheid, want dat is geen statisch blok beton, wat dat is in de situatie waarin ik op x moment verkeer. De hele tijd voelen, maar op een gegeven moment krijg je gewoon de smaak te pakken. Weet je hoe jouw stemvork klinkt. En de hele tijd probeer je daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te zijn. Zo dicht mogelijk van daaruit te leven. Wetende, wat ik ook al eerder zei, dat je als organisme of als mens een feilbaar wezen bent. Ik ben niet perfect, zal het ook nooit worden. Maar ik weet nu veel beter hoe die stemvork klinkt dan 10, 20, 30 jaar geleden. En de verwachting is, totdat de geestelijke vermogens beginnen af te breken, dat er nog wat ruimte voor verbetering in zit. Dat het nog subtieler, nog beter afgestemd, nog duidelijker kan. Is dan het gevoel van dat het allemaal nog moet beginnen utopisch? Ja, dat is een fantastisch gevoel. De expert is dood en kansloos. Alsjeblieft. De expert, degene die denkt dat hij alles al weet, is dood en kansloos. Continu, als wij open zijn en oplettend en eerlijk, zijn er iedere dag klein of groot dingetjes van, oh,
Zo kan je ook kijken. Of, oh, dit betekent het ook. Of, oh, dit wist ik niet. Hoe meer ik lees, hoe meer ik erachter kom, hoe weinig ik weet. En dat voelt niet als een, oh, wat ben ik dom. Dat voedt mijn nieuwsgierigheid en interesse om op bepaalde terreinen waar mijn interesse heen gaat, nog wat meer te onderzoeken. Ik vind het leuk. Leren is leuk. Het moet niet. Ik heb het niet nodig. Weet je wel, en de onderwerpen vaak waar ik me bezig hou in mijn privébestaan, zoals ik al zei, ik heb geen paard in de race van dat onderwerp. Het maakt niet uit of het zo of zo gaat. Het heeft geen impact op mijn werkelijk bestaan. Ik vind het interessant. Hoe komen mensen tot dat en dat soort gedachtegang? Of waarom, waar komt polarisatie vandaan? Of waarom hebben we zo'n neiging om zo eendimensionaal met dingen om te gaan? Dat vind ik interessant. Om te kijken of ik daarachter kan komen en misschien iets daarover kan roepen. Maar het moet niet. I like it. Ja. Okay. Bedankt. Dankjewel. Ja, wat je gisteren aan toen zei je van als ik zachtheid toelaat, dan word ik gestraft. Dat ja, of gebeurt er iets ergs. Mm-hmm. Ja, maar dat opende iets bij mij. Want ik vind afwijzing vind ik fijn om af te wijzen, want dan kom ik niet bij die mildheid, bij die zachtheid. Dus eigenlijk het is een hardheid, een afwijzing is voor mij een bescherming om niet in liefde te komen. Want als ik in liefde kom, dan kan ik het ook weer verliezen voor mijn gevoel. Maar we hoeven het niet per se liefde te noemen. Liefde of iets. Maar in ieder geval geen afwijzing. Ja. Ja, voor mij voelt het alsof... Ja, dat snap ik, maar anders gaan we meteen naar de andere extreme. Dan krijg je weer dualiteit van het is of afkeuren en hardheid of liefde. Nee, het gaat om de afwezigheid van afkeuren en hardheid. En die afwezigheid heeft geen naam. Is geen dualistisch principe. Liefde is namelijk de overdrijving de andere kant op. En is altijd vergeven van behoefte en afhankelijkheid. Dus pas op, we moeten niet liefdevol gaan zitten worden, we moeten die hardheid kwijt. Nee, want ik merk het ook in het contact met mijn moeder, dat ik het makkelijker vind om haar af te wijzen, om lelijke dingen te zeggen, om iets negatiefs te zeggen, dan iets aardigs. Ja, dan verdient ze het ook niet. Maar. Ik ken haar niet hoor. Dus ja, dat vond ik wel mooi om... Ja, in één keer kwam die binnen en voelde ik hem. Veroordelend zijn ook heeft een heel dubbel gunstige functie. We hoeven dus niet open te zijn, om het maar zo te noemen, of neutraal. En het bevestigt mijn ik-gevoel. Als ik jou afkeur, dan wordt dit sterker. Niet vrijer, maar wel een sterker ik-gevoel. Ja, vooral als je een beetje geïrriteerd voelt, dan wordt dat ikje zo lekker... Daarom vind ik dat zo leuk. Het is zo ikloos de hele tijd. En dan ben ik zo blij als ik me eens kan ergeren. En dan doe ik er graag een schepje bovenop. Ik zal maar oppassen, jij. Nee. Carrying a gun. Oké, dank je. Ja, was het toch niet? Nee, maar opeens toch wel, wonderbaarlijk. Ja, het leven loopt toch altijd weer anders dan je no expectations. Hè? Er stond een hoop op het terreintje van de body mind, wat oude troep was en wegboost en in het leven verzameld was aan ideeën en dingen. Het is behoorlijk opgeruimd, het stukje al. Maar die laatste dingen, daar worstel ik nog wel een beetje mee. Aan de ene kant denk ik, oké, moet ik die echt met wortel en al... eruit trekken? Of moet ik gewoon denken van, just ignore them en maak er niet zo'n issue van, zodat ze eigenlijk een beetje door verwaarlozing en natuurlijke erosie weglazen? Negeren is vaak een goed plan. Aan de andere kant, ik weet niet wat de issues precies zijn, of de objecten zal ik maar zeggen. Vanuit een heel radicaal standpunt, alleen dat is echt wat niet branden wil. Dus als een gehechtheid aan het een of ander onderzocht kan worden, kunnen we kijken in hoeverre we het totaal kunnen slopen.
sommige dingen die echt van waarde zijn, die krijg je gewoon niet kapot, want die horen bij je. En daar kom ik alleen maar achter door een sloophamer te pakken en te kijken of ik het kapot krijg. Dus try to kill your darlings. En sommigen zullen er gewoon van blijven leven, hoe hard je er ook op inbeukt. En dan denk ik van oké, nou die horen bij me dan. Ik vind het wel eens lastig van ja, oké, moet ik er nou echt helemaal diep op ingaan? Of ik blijf dat inderdaad gewoon heel, heel lastig vinden. Of is dat bijna alweer te veel aandacht? En moet ik me gewoon echt denken van ja, oké, het staat daar, laat maar. Het boeit me niet zo. Je verdachtheidsalert nog iets verder afstellen van... Als ik voel dat ik ook ergens zoiets heb van, nou, misschien laat ik dit liever ononderzocht. Dan is het een grote reden om die sloophamer heel snel te halen. Als er een werkelijk gevoelde vanuit die kloppendheid onverschilligheid naar is. Van oké, dit staat daar. Maar of het er staat of niet, maakt mij niet uit. Dan is negeren voldoende. Dan krijg je een beetje om weer een link naar die katten te maken van als je van een zwerfkat af wil, dan hoef je niet met een knuppel erachteraan. Je moet gewoon ophouden een bakkie melk neer te zetten iedere ochtend. Na een week of drie, als die enige intelligentie nog over heeft, komt die niet meer. Nou, mocht die wel blijven komen, dan hoort die dus bij jou. Ja, dus eigenlijk per issue toch een beetje bekijken hoe het is. Oké, dus vooral inderdaad, eigenlijk de belangrijkste misschien wel als je denkt van, die is lastig, dan juist naartoe. Ja, als je merkt dat er een gehechtheid toch in zit of dat je nog iets wel een mooi ding vindt, juist dan proberen het kapot te maken. En sommige dingen zijn dus gewoon indestructible voor jou. Voor een ander zijn die heel makkelijk te slopen, maar sommige dingen horen gewoon bij deze... configuratie. Nou goed, ik ga het keer, dankjewel. Ja, succes. Oh, dat is leuk, zo zie ik niemand, zo zie ik alleen dat ding. Ja. Ja. Maar er zit hier ook niemand, dus dat nee, klopt. Nee, dat is ook wel weer waar. Ja, dat is, ja. Ik fiets hier rond. Ik heb hier een soort verleden met een ex-vriend. Die woont hier vlakbij. En dat heeft dan ook te maken met hoe moeilijk het toch soms is, in mijn geval, om daar nee tegen te zeggen. Zeg maar. Iemand die mij aandacht wil geven, die zegt, kom toch terug. We hadden het zo goed, kom toch terug. Die blijft het maar zeggen. Ik heb daar echt 9 jaar heb ik daarover zitten worstelen. Het is niet te geloven gewoon. Ja, het is een beetje lang, ja. Ja, lang hè? Ja, vond ik ook. Maar goed, hij was dus niks op aan te merken. Ja, maar weet je, de meest irritante mensen zijn degene waar weinig op aan te merken is. Ja, dat is gadverdamme, zeg. Het is moeilijk om nee te zeggen. Om iemand die, ja. Ik vind van niet. Nee, jij niet, nee. Maar alleen als ik het meen. En maar dat... hoe helderder dit wordt, zeg maar, dat gevoel van dat ik mag kiezen en ja, hoe makkelijker dat is. Maar dat is dus toch wel een beetje kwijtgeraakt al. Goed, het is ook weer terug te vinden. Hmm. En het gaat eigenlijk niet zozeer over kiezen. Op het moment dat we helder zijn, hebben we juist geen keuze. Dan is er gewoon nee of ja of onvoldoende informatie beschikbaar, nu geen beslissing nemen. Nee, het is nee, maar ja, het is nee. Dus... heel vaak zeggen mensen nee, maar dan zit er zo weinig energie in dat niemand ze gelooft. Oh ja. Als ik nee zeg, dan komen ze echt niet terug van kom nou toch bij me. Dat doen ze sowieso niet. Kom toch bij me terug. Ja. Maar er is ook geen sprake van. Als ik weg ben, ben ik weg. Klaar. Ja, die nee is, dat heeft lang geduurd. Maestro. Ik heb geen idee wat ik wilde zeggen. Ik sta gewoon op. Ik wil gewoon een beetje aandacht. Ja, dat sowieso. Dat wil ik heel vaak, ja. Dat klopt. Oh, heb je wel eens last van, hè? Ja, maar dat schaam ik me ook niet voor. Hoeft ook niet. Ik ben graag de irritante factor in een gezelschap.
Dus. Net werd ik weer een beetje overvallen door de zucht van het roken. Dan kwam er mijn angst op om voor jou een peuk te bietsen. En ik vraag je een peuk. En nou ben ik me een beetje zorgen aan maken over de reactie die mevrouw erover gaat geven. Nee. Ja, die is nog veel grappiger eigenlijk, hè? Ja. Een rokende metalman die is bang voor zijn vrouw. Schitterend. Het heet vast liefde. Het heet vast liefde. Ja, ja en nee. Ja. Het is een onderling afgesproken getouwtrek af en toe, hè? Ja, zeker. Relaties zijn contracten. En die zijn in permanente fase van negotiation. Als we dat helder hebben, is er niks aan de hand. Het is gewoon een zakelijke transactie. Het is wel nog even iets waarvan ik niet helemaal weet wat ik moet doen. Want ja, aan de ene kant wil ik er voor haar zijn, maar ja, aan de andere kant, ik wil er best voor je zijn, maar dan moet ik je een spiegel verhouden en dat wil je niet op dit moment. Ja, of ik moet mezelf een spiegel ophouden en ben ik met mezelf bezig. Ik ben blij dat het zegt. We moeten altijd eerst zelf in de spiegel kijken voordat we die in het gezicht van de ander duwen. Dat is ook leuk. Bijvoorbeeld, dan word ik boos op mijn vrouw en dan ben ik daarna aan het lachen en niemand snapt er wat van op dat moment. Dat gaat ook helemaal nergens over. Nee. Er vallen me steeds meer paradoxen op. Die gewoon een beetje... Ja, dit wordt allemaal steeds lachwekkender eigenlijk. Ja. Er is een bekend zen-gezegde bij moeilijke, zware zaken, lachen. Bij kleine, onbeduidende zaken, lachen. Ja, altijd lachen. Ja, je kunt ook janken en jammeren en klagen, dat kan ook, maar nee. Ja. Ik vond dit verhaal in me op dat ik vroeger veel heb meegemaakt met geweld en weet ik veel allemaal. En het is het verhaal wat ik gewoon altijd vertel en dat is waar ik sterk in ben en waar ik dan een beetje medelijden krijg van mensen en zo, hè? Want dan was hij van, oh, wat erg. Laat het zo daar nog doordringen dat je dat nooit meer hoeft te doen. Er zijn veel te veel mensen die eindeloos hun verleden zitten uit te wringen om sympathie te winnen. Dégoûtant. Ja, maar ik heb ook steeds minder controle over, want dan heb ik zo'n moment, dan heb ik zoiets van, ja, ik heb geen zin om dit nu uit te spreken, want dit en dat is het zo. En vervolgens is mijn brein klaar met allemaal redenen bedenken waarom ik het niet doe en dan vloept het eruit. Maar dat komt dus omdat het nog niet echt is ingezien. Iets wat echt is ingezien, dat zei ik net in ander verband, als er helderheid is, is er geen keuze. Pas waar het onhelder zit of alleen op een verbaal niveau min of meer begrepen is, dan verzinnen wij van alles wat we van plan zijn of niet van plan zijn en ondertussen gebeuren we gewoon. Het mag gewoon iets dieper zakken en iets minder hier. Ja, dat snap ik. Er komen in mijn hoofd per seconde 30 gedachten voorbij. Ik kan het goed zien, ja. Ja. Het is vrij dus onrustig. Het is lastig om los te laten. Want nee, dat hoef je niet los te laten. Ja. Je moet gewoon een beetje zakken. Loslaten is een trucje. Ik heb het vaker gezegd, nog niet tegen jou. Loslaten is spirituele taal voor ervan af willen. Dus dat is kletskoek. Met andere woorden, er valt niks los te laten. Je ziet iets in of je ziet het niet in. En als ik merk dat ik het nog niet inzie, dat is niet erg. Maar dan moet ik dieper kijken. Hetzelfde geldt voor dingen die wij paradoxen noemen. Iets lijkt alleen een paradox als we op het platte vlak blijven zitten. Dan hebben we ineens twee onverenigbare delen. Maar als je vanuit hier kijkt, is het geen paradox. Dus een paradox geeft altijd een uitnodiging to upgrade. En het overstijgende, het transcendente punt te vinden waarin die twee versmelten of gewoon oplossen. If that makes sense. Ja en nee, maar ja is hier en het nee is daar. Dus als er iets paradoxaal lijkt of iets waar je niet uitkomt, dus een extreme tegenstelling die een conflict genereert, dan betekent het dat je gewoon niet vanuit het juiste perspectief kijkt. Niet dat er een werkelijke paradox is. Paradoxen bestaan helemaal niet. Maar wij denken van iets is mysterieus, bijvoorbeeld, is ook zo'n woord. Er zijn geen mysterieuze dingen. Iets is paradoxaal, bestaat niet. Dat betekent slecht kijken. Dus ik moet dan een ander standpunt vinden waarin die paradox oplost. Ik ga hem laten zakken.
wat net resoneerde of wat net raakte, wat je zei, dat het gaat op de afwezigheid van afwijzing, dat het daar zit. Die afwijzing die zit er al zo lang. Ja, nog een. Maar als ik er naartoe ga naar walging, denk ik, wat betekent dat? Dan voel ik er eigenlijk helemaal niks bij. Alsof ik, als ik een beetje uit balans raak of niet meer zie, dan lijkt het ook soms wel 10 keer zo hard binnen te komen. Ja, dus dan is het gewoon een signaal van back off, keer terug naar je default setting, naar wat je echt bent. Dat is wat het betekent. Wanneer raak ik uit balans als ik te ver, in rare of gewone taal, als ik te ver van mij verwijderd ben? Dus er zijn betekent voor mij dat ik op mijn plek blijf. Ik ben hier, niet all over the place. Ik lever me nooit uit aan een ander. Ik blijf op mijn plek en tegelijkertijd kan ik zelfs een hele groep voelen en volgen. Maar ik zit niet bij iedereen op schoot. Dat deed ik vroeger wel. Omdat je dat geleerd was, van je moest meebewegen met de emoties van de ander. En je was ook mede verantwoordelijk voor hoe die zich voelen. Ja, het zal allemaal wel, maar ze hebben het meest aan mij als ik gewoon op mijn plek blijf. En dat geldt voor iedereen. Dus het idee van ik ben uit balans en het begint schimmig te worden of ik weet het niet meer, ja, dat is helemaal correct. Je moet terug. Je bent minstens een meter van je feitelijke positie verwijderd geraakt. En dan is het voor mij dus het terugkeren naar de juiste positie geen tegendeel. Dat is niet liefde, dat is gewoon kloppendheid. Dus het ging mij eigenlijk ook niet per se om afwijzing versus liefde. Maar dat als er een issue is, dan is de oplossing daarvan de afwezigheid van de issue. Niet het inruilen van het voor het tegendeel. Dat is wat wij altijd doen. Dus iets is niet leuk en dan moet het leuk worden. Nee, het niet leuke kan doorzien worden, zodat het niet leuke afwezig is. Maar het hoeft niet per se leuk. We zijn toch geen zes? Het lijkt wel alsof ik af en toe bij mezelf op schoot wil gaan zitten. Ja, dan ben je in ieder geval in de buurt. Ja. Al die stemmen die ik dan opeens geloof of die dan bestaan. Ik weet wel dat ze niet bestaan, maar ze zijn dan zo aanwezig. Sure. Ik verkramp dan. Ik voel verdriet. Verdriet dat ik dan zo van mezelf af. Ja, yes, dat is verdrietig. Beweeg. En dan heb ik de neiging om af te vragen waar komt het vandaan en waarom. En maar dat is op zich niet relevant. Ik hoef niet per se te weten waar die splinter in mijn voet vandaan komt. Ik moet er gewoon naartoe om hem eruit te halen. En of het van balzenhout is of berkenhout, who gives a fuck. En in het algemeen, waar komt het vandaan? Opvoeding. Waar anders vandaan? Dat is gewoon simpel zat. Wat zijn die stemmen, geïnternaliseerde shit van je ouders en anderen in je omgeving? Dus goed, die vraag is beantwoord. Nu moet ik een positie zien te vinden, of niet moet, kan. Kun je even Hans corrigeren. Kun je een positie vinden waarin die stemmen geen macht hebben? Als ik klop, als ik gewoon aanwezig ben en ik klop of ik ben in mijn midden of whatever, hoe we dat leuk vinden om te noemen, dan hebben die stemmen nul macht. Sterker nog, in mijn geval, ze komen niet op. Dus ik hoef er niet eens meer niet naar te luisteren. Dat was vroeger zo, dan hoorde ik ze zo nog als een radio in de verte van je moet eigenlijk dit doen, dat klopt niet helemaal. Maar ik luisterde er niet meer naar, maar nu hoor ik ze gewoon niet op een heel extreem moment na misschien een keer. Dat we een slag om de arm houden. Maar ik weet dat het, wat ik dan vaak noem, het is gewoon oma Harry die altijd liegt en die niks weet. Fuck that. It's not me. En op andere momenten voel ik dat ook echt. Yes. Ik voel me eigenlijk vooral ook heel erg dankbaar. Okay. Yes. Dit weekend, het was echt een heel fijn weekend. Ja, bijzonder goed, hè? Ja. Ja. En hier en dan. Ik voel ook dat het antwoord zelf. Ik heb zelf de antwoorden. Je bent het. Ja. Zodra jij bent, zijn al je problemen over, behalve praktische dingen. Dat is waar ik mee begon, wat John Gray zei, de gevoelens die opkomen, die komen voort uit of wij wel of niet kloppen.
Op het moment dat je realiseert wat je bent, dus als jij jij bent, zijn er geen onlustgevoelens. Het is dus de afwezigheid van lijden. Niet de aanwezigheid van gelukzaligheid. Nee, de afwezigheid van lijden. Gewoon een open neutraliteit, een helderheid, een er zijn. Which is pretty fine. Maar eigenlijk vind ik het wel prima zo. Ja, good for you. Daar klaag ik eigenlijk over. Het slaat eigenlijk nergens op. Ja, behalve dus, het is heel simpel, ik klop of ik klop niet. Ja. Dat kan dus het enige is eigenlijk het enige onderwerp. En het fijne is dus dat ik meteen merk, als ik van mezelf verwijderd raak, dat er van alles begint te shaken en de emoties het overnemen. Oké. Maar als ik dit doe, dan kalmeert het al. Ik hoef alleen maar leren te kloppen. Ik heb maar één taak. Vaak als dit begint, dan heeft tijd er ook mee te maken bij mij. Want ik moet ergens op tijd iets, blijkbaar. Vroeger, toen ik nog geregeerd werd door angst, had ik altijd het gevoel tijd tekort te hebben. Dus ik was altijd opgejaagd. Niet dat ik veel bijzonders deed of dat er iets zinnigs uit mijn handen kwam, maar altijd te weinig tijd. Ik red het niet, ik kan het niet, het lukt niet, ik ben te laat. Nu is er een ervaring van eigenlijk ja, op het niveau van het fysieke eet de tijd mij op natuurlijk, obviously. Maar de innerlijke beleving is meer dat ik vooraf ga aan de tijd en niet dat de tijd mij regeert. Hoewel ik meestal op tijd ben. Dus dat heeft ook met angst te maken? Dus. Yes, of course. Voorheen was ik angst. Maar ik had dat nog niet per se gekoppeld aan tijd. Dus alsof dat een beetje een soort restverschijnsel daar het is niet, is. Het is nooit alleen tijd. Het heeft te maken met anderen. Mm-hmm. Met anderen. Ja, want kijk, of jij nu wel of niet om 2 minuten over 3 bij een bepaalde boom aanwezig bent, die zal je er niet op aanspreken. Dus je bent altijd te laat of te vroeg in een context waar mensen bij betrokken zijn. Dus het heeft te maken met het voldoen van verwachtingen aan anderen of de mogelijke afkeuring van anderen. Dus het gaat niet over tijd. Het gaat over anderen. Het gaat over zelfbeeld en beoordeling. Ja. Ik vind het wel genoeg geweest. Ja, good for you. En verder kunnen we gewoon op een praktisch niveau ons best doen door enigszins organized te zijn om ergens op tijd te komen. Lukt het dan toch niet? Ja. Even terugkomen op dat opgegeten worden door of je lichaam, hè, door de tijd, hoe je dat dan zegt. Als dat dan op is, ik probeer even, gisteren probeerde ik hem te vatten, maar toen wou ik hem vatten, maar nu wil ik hem graag voelend vatten. Poef, weg, zeg maar. Yes, op is op en weg is weg. Wat is er dan wel nog? Ja, dat absolute, yes, plus al voilà. Die andere verschijnselen. Als we aannemen dat er andere verschijnselen zijn, zijn die er ook. Okay. En dat kunnen we niet bewijzen. Dus. Strikt genomen, als je het helemaal terugneemt, ben jij het enige subject. Je bent de enige van wie je zeker weet dat die bestaat. De rest is, dat leidt je af. Maar de ik-benheid kun je alleen ervaren daar zo ongeveer. We nemen aan dat die anderen ook denkende en voelende wezens zijn, but we're never sure. Dus, op het moment dat die ik-benheid daar stopt, is de wereld ook weg. Dus, vanuit geschiedenis en van wat anderen ons vertellen, trekken wij de conclusie dat wij, zoals Heidegger zei, in de wereld geworpen worden, dus in een wereld die er al is. En dat als wij dood zijn, er nog steeds een wereld zal zijn, maar dat kunnen we niet weten. Dat is logisch en de algemeen aanvaarde manier van kijken, er is ook niks mis mee, maar bewijsbaar is het niet. En dat is grappig. Want als ik er niet ben, waar is die wereld dan? Trek jou eruit en alles is weg. Ja, het lijkt bijna zo, omdat je anderen ziet sterven. Voilà, want je gaat nooit jezelf zien sterven. Nee. Je ziet een ander sterven en een ander is vanuit het subject een object. Dus je ziet een object niet meer functioneren. En vervolgens, omdat jij gewoon doorgaat, gaat het leven door, zeggen we dan maar.
Maar de ervaring van de eigen afwezigheid, dat is onmogelijk. It's kind of funny. Ja, ik besta, maar ik besta eigenlijk helemaal niet. Ja, of de omkering daarvan, en dat is dus grappig, van jij bent de enige die bestaat. Ga mijn ego ook wel weer van groeien of zo? Denk het niet. Nee. Het zou kunnen. Daarom is het ook zo grappig dat mensen zich druk maken over eenzaamheid. Want op een bepaalde manier bekijken, jij bent de enige die is. Dat was altijd al zo. Je hebt nog nooit de gevoelens van de ander werkelijk gevoeld, maar de reactie in jou op de gevoelens van anderen. Je hebt, zoals ik wel eens zei, nog nooit een ander aangeraakt, want wat je voelt is de druk op jouw hand. Je weet helemaal niks van die ander. Dus alles wat ik weet van de wereld en de anderen, dat zijn de reacties van deze multilevel thermometer. Ik ken alleen dit ding eigenlijk. Of dit veld, want het is iets ruimer dan alleen dit fysieke ding. Ja, precies. Ik ken alleen dit bewustzijnsveld. Maar geen externe wereld, geen werkelijke ander. Dat is wat de oogjes vertellen, dat er allemaal losse brokjes zijn. En dat er zelfstandig denkende wezens rondlopen die verantwoordelijk zijn en bladibla. Ja, dat is een verhaal wat mij geleerd is en wat mijn oogjes proberen te onderschrijven. Ja, zintuigen zijn zeer dubieuze dingen. We waren vanmorgen aan het wandelen en ik voelde ook, dacht, ja, ik kan wel zeggen, mijn benen voel ik. Ik voelde gewoon iets, zeg maar. Het is niet, ik plak dan meteen op, dat zijn mijn benen die lopen. Ja, exact. En je voelt nooit je hele been. Nee, het is meer een sensatie. Ja, yes. Een sensatie van drukverschillen. Intensiteitsverschillen, die merken we op en die geven we namen als been of knie of whatever. Maar als die woorden even aan de kant zijn, je hebt geen idee. En er is meer een ervaring van, er is verplaatsing. Zoiets. Dan is het weer weg. Ja. Yeah. Want ook het opmerken van verplaatsing of lopen of beweging is er alleen zolang de aandacht daarop gericht is. Dus de grap is, alles bestaat alleen bij de gratie van of de aandacht er wel of niet op gericht is. Vandaar van de week het grapje van hoe kom ik van fysieke pijn hier of daar in mijn maag af, sla een spijker in je voet en je hebt geen aandacht meer voor maagklachten. Dus dat was maar half een grapje. Het is een kwestie van waar ligt je aandacht. Waar onze aandacht door getrokken wordt, daar hebben we dus blijkbaar belang bij en dat is dus ook van belang. Dus als ik heel bang ben voor verdriet, dan word ik helemaal daarop gefixeerd. Als ik een neutrale houding heb ten aanzichte van verdriet of vreugde, ik merk het amper op van, oh ja, vleugje en vervolgens zijn de merels interessanter of something. Want iets zal de aandacht trekken. Dat kunnen we ook heel goed zien. De meeste mensen constant in een outward motion. Niet dat dat een verwijt is, zo zijn we gewoon getraind. Het is logisch, want je moet overleven en antilopes en tijgers en stof. Maar altijd gewoon, het is altijd gericht op iets. Daarom kunnen we denk ik ook zo moeilijk werkelijk stil zijn. Omdat we zo geneigd zijn iets ergens op gericht te moeten zijn. Vandaar dat ik mensen nooit geloof die zeggen ik wil alleen maar zijn. Het is gewoon kletskoek. Er waren er in de menselijke geschiedenis misschien maar een paar à la Ramana die het voldoende vond om een beetje te zitten suffen en eigenlijk nergens zin in had. Slomme duikelaar. Volgens mij zei hij ook niet reageren, not react. Ja. Dat vind ik zelf wel een hele yes. Helpende. Of in ieder geval iets wat me helder houdt. Yes. We zijn heel reactief en daarmee mechanisch. Dus het is niet erg dat de aandacht naar dingen gaat, maar er zit een heel mechanisch ding in. Naarmate we moralistischer worden, wordt dat sterker. Naarmate we neutraler worden op dat vlak, wordt dat losser. Dan kan het nog voor fun purposes leuk zijn om er oordelen op na te houden en daarmee te spelen. Maar vanuit een beetje terug uit positie
is er eigenlijk naar de meeste menselijke bewegingen Of ja, dat kan ook. Why not? Misschien liever niet in mijn buurt, maar I get it als mensen dat leuk vinden. Is oké. Okay. Het is in ieder geval heel fijn om een center, heel fijn is dan ook weer een woord, maar om dat te voelen. Yes, of course. Center, omdat dat dus het natuurlijke is. Ja. En dat geeft gewoon een gevoel van welbevinden. John Grady haalt niet voor niks katten aan. Mensen die zeuren altijd nogal over geluk en zo. En hij had zoiets van, als ik naar katten kijk, happiness is their default setting. Hun fabrieksinstelling is gewoon, nou, happiness weet ik niet, tevreden. Het gaat gewoon liggen en waar het ook wil en het is gewoon goed. En tegelijkertijd zijn ze ook wakker en alert. Want het is heel moeilijk om een kat te verrassen. Weet je wel, dus ze zijn er heel erg bij, ze zijn heel erg aanwezig. Maar als ze niks te doen hebben, een muis martelen of eten of iets dergelijks, ze ontspannen gewoon en het is altijd oké. En hij zegt dus ergens dat wij de enige diersoort lijken die niet defaulten naar being content. Dat is toch bizar? Maar dat kan wel. Als je op het moment dat je, al is het maar 5 minuten, samenvalt met wat je eigenlijk bent, is er een okéheid. Niet een sensationele vreugde, want dat is gewoon overdrijving de andere kant op. Maar gewoon, ja. Het is goed. En zij zag dat het goed was. Dat. Niet om over naar huis te schrijven, geen enthousiaste gekrijs. Gewoon, ja, het is goed. En dan bij voorkeur biertje erbij. Om de dag, niet iedere dag. Ja, dan ben ik het niet eens eens. Nee, voor deze, hè? Jij moet iedere dag zuipen. Dat moet. Thanks. Oké, pauze.